Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Vooral in het noorden van het land komt nog bewolking voor en is het ook nevelig of lokaal mistig. In het midden en zuiden komen opklaringen voor en schijnt van tijd tot tijd de zon. De rest van de middag en ook vanavond houden we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Halverwege de avond is het afgekoeld tot een graad of 6. En komende nacht koelt het nog verder af tot een graad of 2 lokaal. Morgenochtend dan zien we in het noorden vooral nog zonnige periode. In de loop van de dag neemt vanuit het zuiden verder de bewolking weer toe. En tegen en in de avond gaat het vanuit het zuiden uit ook weer regenen. Het wordt morgen 7 tot 9 graden en er waait een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidoosten. Dan de dagen daarna ziet het er wisselvallig uit. Vooral woensdag kan het flink regenen, zeker in de ochtend. In de loop van de middag wordt het droger vanuit het westen. Verder is het erg zacht met een graad of 12. Donderdag wordt het zelfs nog wat zachter met 13 tot plaatselijk 15 graden. Zeer hoge waarden zijn dat voor half december. Op vrijdag zien we dat het iets minder zacht wordt. Verder nog wel een enkele bui, maar ook perioden met zon. Nou, aan de zee waait nog wel een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. En kijken we dan nog wat verder vooruit, dan zien we dat ook in het weekeinde waarschijnlijk de temperatuur nog ver boven de normale waarde voor de tijd van het jaar ligt. Pas in de loop van volgende week zakt de temperatuur langzaam onder de dubbele cijfers, maar met 8 of 9 graden blijft het nog steeds aan de zachte kant. Ik ben Ben Lankamp van Weerplaza.nl